Cadeautjes worden straks niet gegeven. Er wordt echt geduelleerd om de zege op de 10 kilometer. Zo 30-7, allebei. Een fascinerend gevecht als toetje. 30-7. Je zag het niet eens, omdat ze het allebei deden. Ja. De shadow ging mee. De shadow verhoogt zijn ritme. Gaat gelijk. Oh, dit wordt een gevecht, Frank. Bukkou komt er weer langs. Kramer moet mee versnellen. Doet het ook. Kijk, een hoger tempo nu bij Kramer. Kijk, hij gaat wegrijden. Kijk, 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 kijk. 29-4 om 29-9. Het is een haantjesgevecht. En kijk, deze kruising hier. Daar wil Kramer de knock-out geven. Even laten zien wie de tot baas is. Tot hier en niet verder, Bukkou. Ja. Even laten zien wie hier over heeft. Er komt een 28 eraan. Ja, ja, ja. Even veel vertoon van macht zo van Bukkou. Ik ben de baas. 27-9. Hij heeft gespeeld met Bukkou en met ons, kat en muis. Wat is dit? Dit is de Europees kampioen. Zandstra blijft de jongste Europees kampioen die zijn titel prolongeerde. Maar Sven Kramer gaat het hier ook doen. 21 jaar en 28 dagen oud. Volgend jaar op zoek naar een nieuw doel. Hier. En Barenkoor ook nog met die krankzinnige slotrondes. 13-0, 3-30. Hij moet een nieuw doel zoeken volgend jaar om het Europees kampioenschap interessant te maken. Er zijn een paar schaatsers, twee namelijk, die drie keer achter elkaar Europees kampioen werden. In dat rijtje zal hij willen thuishoren volgend jaar. Rintje Ritsma deed dat. En dat was Hjalmar Andersen in de jaren 50 die het deed. Drie keer achter elkaar. Ritsma deed het trouwens twee keer. Twee keer een cyclus van drie. Dat zal volgend jaar het oogmerk zijn. En dan het jaar daarna. Voor de vierde keer natuurlijk. Want hij wil de beste zijn van allemaal. Ook de beste van alle vroegere helden. Hij is hard op weg. Superieure slotrondes. Bukkou kan erom lachen. Zo van, oké. Jij wint. Jij bent de beste. Maar Kramer betrekt Bukkou erbij. Hij is getest door Bukkou. Maar ook omdat hij zich liet testen. Hij zoekt tegenstand. Hij vond hem in de jonge Noor. Hier de demarrage van Kramer. Waar de aanval van Bukkou kwam. Want Bukkou reed hier ook een 29er. Neemt Kramer de aanval over. En kijk hem hier door versnellen. Hier wint hij de 10 kilometer in Colombia. Hier wordt het Barenkoor geboren als extra glans. Die past bij deze titel. Weer wint Sven Kramer een groot allround toernooi. Allrounder is zijn lust en zijn leven. Wereldkampioen vorig jaar in Heerenveen. Europees kampioen in Colombo en nu in Colombia. 13-3-30 baanrecord. Ook Bukkou meegesleept naar een tijd onder zijn oude baanrecord. 13-6-42. Fabrice won het duel om het brons van Wouter Oldeheuvel. Tobias Schneider was lang de snelste. Op plaats 5 Ben Jongejan. Uitstekend persoonlijk record. Tedjan Bloemen heeft zich prachtig in dit veld staande gehouden. Skobrev met de tong op de schaatsen naar 13-38 in de 9e plaats. Ja, die waren er ook nog. Lalenkov en Lehman hadden meer dan 14 minuten nodig. Het leidt hiertoe. Met een verschil van iets meer dan een punt wordt Sven Kramer Europees kampioen voor de tweede keer. Havard Bukkou voor het eerst op plaats 2. Hij komt dus dichterbij. Fabrice voor de derde keer achter elkaar op het podium. Wouter Oldeheuvel, voortreffelijk persoonlijk record op de 10 kilometer, net niet op het podium. Ben Jongejan op plaats 6 weet zich verzekerd op eigen kracht van het wereldkampioenschap in Berlijn. Tedjan Bloemen wordt 7e en zal worden uitgenodigd voor de skate-off. En hier nog een keer het imposante, verbluffende slot van de 10 kilometer van Havard Bukkou. Een prachtige demarrage van Sven Kramer.
Hij boekt zijn 6e afstandszege bij Europese kampioenschappen. Rintje Ritsma won er in totaal 11. Ook dat zal nog wel een keer een doel van hem worden. Maar Ritsma stond nog op 0 toen hij 21 was. Deze superman van 21 heeft nu 6 keer bij Europese kampioenschappen een afstand gewonnen. Alleen Ritsma, Schenk en Verkerk wonnen er meer. En in dat rijtje hoort hij thuis. En in dat rijtje zal hij ooit als beste genoemd willen worden.